Fijn dat je luistert naar de Ondernemerskamer. Ik ben al jarenlang ondernemer en de afgelopen jaren, zeker de laatste Tweede Kamerverkiezingen, vroeg ik mij af wat politiek Nederland überhaupt nog kan betekenen voor ons ondernemers. Daarom ondervraag ik in elke aflevering een Tweede Kamerlid met in zijn portefeuille economische zaken over wat hij, zij, met haar of zijn partij kan doen voor ons ondernemend Nederland. Luisteren of kijken. En nu heb ik de eer en te gast de charmante dame Liane den Haan. Welkom. Dankjewel. Liane, het is ontzettend leuk dat je er bent natuurlijk. We hebben wel een vast lijstje met vragen waar we mee beginnen. Want aan de hand van dat kleine lijstje maken we een soort van ondernemerspaspoort. En dan komen we tot een bepaalde score. En dan zien we hoe ondernemend jij bent voor Ondernemend Nederland. En het is natuurlijk wel iets moeilijks. Want we weten, politici zijn lang van stop en ondernemers iets korter. Dus het verzoek is of je op de vragen heel kort kunt antwoorden. Maximaal één zin. Want dan houden we in ieder geval de luisteraar getriggerd. Dus de eerste vraag die ik aan jou heb eigenlijk is, ben je zelf ooit ondernemer geweest? Niet ondernemer in de zin van het woord dat je zelf ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel eigen bedrijf hebt. Maar ik ben wel altijd heel erg ondernemend. Dus ik vind het wel heel leuk om allerlei nieuwe dingen te beginnen en om buiten de lijntjes te kleuren. Heb je al eens iemand moeten ontslaan? Zeker, want ik ben natuurlijk wel heel lang directeur-bestuurder geweest bij verschillende organisaties. Ja, en dan moet je helaas ook wel eens mensen ontslaan. En dat is het meest pijnlijke, denk ik, van het ondernemerschap. Ondernemers die nemen echt een groot risico. Wat is het grootste risico dat jij zelf ooit hebt genomen in je werkend bestaan? Nou, ik denk bij mijn laatste organisatie, een oudere organisatie die heel erg getrapt was georganiseerd. Dus een indirecte ledendemocratie waarbij vrijwilligers voor het zeggen hadden, maar de echte leden thuis eigenlijk niets te zeggen hadden. En dat is heel lastig geweest om dat te veranderen. Dat heeft ook 7 jaar geduurd. Als je dat in een privaat bedrijf zou doen, dan zou je dat natuurlijk veel sneller doen. Maar je moet draagvlak creëren in een vereniging. En dat was wel heel gedurfd. Dat heeft me in ieder geval een heleboel ellende in de pers opgeleverd. Maar wel een hele gezonde, financiële, prettige, veilige omgeving voor mensen. Dus medewerkers en vrijwilligers om te werken. Dus uiteindelijk achteraf wel allemaal waard geweest, maar het was heel gedurfd. Wat is nu het grootste verschil tussen een ondernemer en de politicus? Nou ja, een ondernemer die is natuurlijk bezig met zijn eigen geld. Een politicus niet. Een ondernemer is daadkrachtig. Bij politici duurt het allemaal behoorlijk lang. Het gaat over heel veel verschillende schijven. En een ondernemer is er altijd op uit om kansen te zien en te verbinden. En een politicus is, vind ik, maar dat is mijn ervaring nu, er toch veel meer om mensen te behoeden voor iets in plaats van om iets positiefs op te starten. Maar zou ook wel verbindend moeten zijn. Dus die verbinding is denk ik een beetje de overeenkomst. Maar de rest, daar zitten grote verschillen tussen. Als je zelf ondernemer bent geweest, snap je als Kamerlid beter wat deze groep wil. Eens of oneens? Eens. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? 8. Hoe goed denk jij dat jij in de Tweede Kamers de ondernemers vertegenwoordigt? Nou ja, ik heb natuurlijk gekozen voor portefeuilles waar met name het goed ouder worden voorop staat. Maar dan zie je dus wel, als je naar een aantal commissies kijkt, dat ouderen die voor zichzelf willen beginnen, dus willen gaan ondernemen, dat die het heel lastig hebben. En daar kan ik denk wel het een en ander voor betekenen. Dankjewel, we zijn tot een bepaald ondernemerspaspoort gekomen. Een ondernemersrapport, je geeft jezelf eigenlijk een 8. En we gaan natuurlijk in dit vraaggesprek kijken of je goede antwoorden hebt op de vragen die ik ga stellen. En dan komen we na een kleine eindevaluatie die je gelukkig zelf mag doen hoor. Dus dat is geen enkel probleem. Ik kom toch nog op één puntje terug en dat was, je hebt mensen moeten ontslaan. Hoe heb je dat gedaan? Nou ja, je moet natuurlijk als werkgever, dat is niet zomaar heel makkelijk, moet je natuurlijk een heel dossier bouwen. Dus je probeert in de eerste instantie mensen zover te krijgen dat het uiteindelijk toch gaat lukken. Dus dat het functioneren wel gewoon naar tevredenheid is aan beide kanten. Want het is overigens niet alleen maar zo dat een werkgever ongelukkig kan zijn met een werknemer, maar die werknemer is vaak ook ongelukkig. Dus ik probeer dat dan vanuit die kant aan te vliegen. En om eruit te halen wat erin zit. En als dat niet lukt, dan moet je uiteindelijk mensen ontslaan. En dan probeer je dat te doen in overeenstemming met elkaar. Nou, dat lukt niet altijd, maar dat is veel wel gelukt. Ja. Je vader was overigens ondernemer, ja. Heb ik gezien.
beton- en mortelfabriek, ja. Heb ik begrepen. Heb je van hem eigenlijk niet meegekregen van, joh, jij moet ook ondernemen? Heeft hij je daarin gestimuleerd? Ja, zeker wel. Want bij ons thuis was altijd alles heel erg ondernemend. En ga het zelf maar uitzoeken en ga zelf uitvinden hoe dingen werken. Ga het verkennen. Ik sta achter je, maar je moet het zelf doen. Dus ik heb daar heel veel van geleerd. Maar hij vertelde ook altijd dat hij het allerlastigste vond om mensen te ontslaan. En ook vaak dat als je bijvoorbeeld terecht iemand ontslaat, dat je dan niet altijd gelijk krijgt van de rechter, hoe moeilijk dat dan ook is. Dus ja, dat heb ik allemaal zelf ook mogen ervaren. Dus wijze lessen van hem, die zijn zeker wel van pas. Maar dat ondernemerschap, je dacht niet van, hé, ik ga ook echt mijn eigen onderneming opstarten. Nee, dat is er eigenlijk nooit echt van gekomen. Nee. Enig idee? Nee. Misschien komt het nog, hè? Ja, weet je... Want dat zei je al net even, van jullie partij zorgt senioren boven de 50, om het zo maar te noemen. Maar ik kan je wel vertellen, de meest mooie, briljante ondernemingen zijn ontstaan door ondernemers ouder dan 50. Ja. Dus volgens mij is dat ook een... Ja, ik heb wel een droom, maar goed, dat komt later misschien wel. Maar ik hoop dat ik hem ooit zou kunnen gaan verwezenlijken, ja. Jezelf zeg je, ik ben een daredevil. Hè? Risico nemen zit dus in je bloed. Met die instelling had je misschien toch ondernemer moeten worden? Of komt het er nog aan? Ja, misschien wel. Nou, ik denk dat het er ooit nog wel van komt. Dus ik wil eigenlijk eerst kijken of ik hier in de politiek het een en ander kan verbeteren. Oh, dus je houdt het wel vol de aankomende jaren in de politiek? Ja, zeker. Vind je niet te langdradig, die politiek? Ja. Veel te langdradig. Veel te langdradig en ook heel erg voor de bühne. Dus het gaat eigenlijk niet zo heel erg om de inhoud, maar het gaat veel meer over hoe kun je scoren om zoveel mogelijk in de pers te komen. Dat is wel iets wat mij tegen de borst stuit. Dus dat probeer ik niet te doen. Dus ik probeer het wel langs de inhoud te doen. Maar ergens komt dat ondernemerschap er wel een keertje uit. In een interview geef je ook aan dat je heel erg veel van je vader hebt geleerd. Hè? Ja. Hele belangrijke les van hem was dat, verzamel de juiste mensen om je heen. Mm-hmm. Heb je nou iemand om je heen verzameld die jou adviseert hoe om te gaan met ondernemend Nederland? Ik heb veel ondernemers om mij heen. En wat ik heel erg gewend ben, is omdat als wij... Want je kunt als één vrouwsfractie natuurlijk helemaal niet alles weten. We zijn met zoveel verschillende dingen bezig waar ik echt helemaal geen verstand van heb. En daar moet je altijd maar heel eerlijk over zijn, denk ik dan. Dus we verzamelen heel veel belangenorganisaties, maar ook ondernemers om ons heen, die ons kunnen adviseren. Dus die ik kan vragen van, hoe zit dat nou? Vertel mij nou eens. En we hebben voor in het reces bijvoorbeeld ook wekenlang alleen maar werkbezoeken gepland. We gaan bijvoorbeeld ook naar een ondernemer die een apotheek heeft. En die komen ook allerlei problemen tegen. En daar heb je helemaal geen benul van als je in die Tweede Kamer zit. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om op al die verschillende thema's mensen om je heen te hebben. Dus ook ondernemers. Ja. En luister jij dan ook kwakkeloos naar die ondernemers? Volg je dan wat zij zeggen? Of heb je ook nog een beetje een eigen mening erover? Nee, dat vinden ze soms wel lastig. Maar ja, bedoel... Dus je gaat er wel tegen zin af en toe? Ik ga vragen stellen. Vragen stellen. Als ik denk van, dus hoe zit dat dan precies? En kun je dat ook niet anders doen? Dan ga ik vragen stellen. En soms is het zo dat je tegen mensen om je heen zegt, je hebt eigenlijk ook wel gelijk, dus ik ga me daar hard voor maken. En soms dan is het zo, ik vind toch dat het anders zit. Ja. Dus het zal ook niet één ondernemer zijn, maar het zullen meerdere ondernemers zijn. Het is niet één pensioenfonds, maar het zijn er meer. Het is niet één zorgorganisatie, maar het zijn er meer. Dus je moet flink je oor te luisteren leggen, denk ik. En ook gewoon op de werkvloer zijn, om te zien hoe het gaat. Ik heb nog even het partijprogramma van je oude partij nageplozen. Ja. En daar vond ik eigenlijk helemaal niks terug over ondernemers. Hè? Nee. Maar jij zegt eigenlijk zelf, ik ben er voor alle Nederlanders. Ja. Wat gaat fractie Den Haan dan precies doen voor die ondernemers in Nederland? Want wij zijn ook... Ik ga in ieder geval goed luisteren naar ondernemers. En inderdaad, in het oude programma zit er weinig in. Dat vond ik zelf heel erg jammer, omdat ik vind dat ondernemers in Nederland heel erg belangrijk zijn. Je ziet het nu ook weer gewoon. Hè. In alle sectoren dragen ze bij aan... economisch dragen ze bij, maar ze dragen ook bij aan een beetje levensgeluk. Dus ik vind het heel belangrijk en ik wil daar zeker iets voor doen. Dus als er debatten zijn waar ondernemers aan bod komen, ga ik ook met ze praten en horen wat er nodig is. En zal ik die inbreng ook doen. Alleen het zal natuurlijk niet mijn eerste primaire speerpunt zijn, omdat wij toch heel erg zitten op dat goed ouder worden. Dus dat is wel iets waar... Ik kan je vertellen dat goed ouder worden en je bent ondernemer, zeker, dat worden de meest oudste mensen. Die zijn kwalitatief goed bezig en nog steeds met content. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk een eenmansfractie en je gaf net al aan, dan is het best wel moeilijk om al die dossiers te volgen. Ja. Hè? Dus je moet op een of andere manier toch de juiste mankracht om je heen verzamelen om je te adviseren op die dossiers. Hè? Vind je dan dit dossier ondernemend niet ontzettend lastig? Nou, lastig. Het is vooral veel. Want je hebt heel veel verschillende ondernemers. En je hebt heel veel wet en regelgeving. En je hebt te maken met sociale partners. En je hebt te maken met werkgeversorganisaties. Dus het is veel.
En ik vind ook als je iets doet, moet je het goed doen. Dus waar wij naar de zomer mee aan de gang gaan, zijn adviescommissies. Dus een adviescommissie op pensioenen, op zorg, ondernemersklimaat, noem maar op. Dus dat zijn dan ook mensen die kunnen adviseren. Nou, daar raak je wel een heel leuk punt aan, pensioenen. Ja. Want in principe maak je je daar hard voor. Ja. Vind je dan ook eigenlijk niet dat elke ondernemer een soort van pensioen moet krijgen van de overheid? Want in principe moeten wij nu alles opzij leggen om het zelf te regelen. Moet dat dan ook niet door de overheid geregeld worden? En het is natuurlijk geweldig duur. Dus daarom doen ook heel veel ondernemers het niet. Ik weet niet of de overheid het moet doen, maar er moet wel een goede regeling komen. Dus daar wordt nu in het huidige pensioenakkoord ook naar gekeken. Nou, dat nemen we ook mee. Ik heb toevallig van de week allerlei zaken weer zitten lezen en een technische briefing gehad over het nieuwe pensioenakkoord. Daar wordt ook veel meer rekening gehouden met ondernemers. En ik hoor ook graag van hen wat zij daarvan vinden. Dus daar ga je je wel hard voor zeker, maken. Ja, zeker, ja. Dus voor de oudere ondernemers onder ons is misschien best wel eens een idee om goed te gaan kijken wat jij voor ons kunt betekenen. Want wellicht kun jij oplossen dat wij een pensioentekort hebben. Nou ja, dat. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En niet alleen maar pensioen, maar als je ook kijkt naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die buitengewoon duur zijn, waardoor heel veel ondernemers uiteindelijk bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering. Waardoor ondernemers ze uiteindelijk niet afsluiten. Ja, en dus een groot risico lopen en uiteindelijk van de regen in de drup raken. En dan toch ook weer gewoon op kosten van de overheid komen. Dus ik denk, broekzak, vestzak. Ja. Regel het aan de voorkant goed, in plaats van dat je aan de achterkant een noodverbandje moet leggen. Je gaf het aan in, bij de NOS of een ander interview wat ik inderdaad zag, dat je in ieder geval gaat nadenken in dit recessen. Ga ik samen met een andere partij of ga ik toch alleen door? Wat is die beweegreden daarvan? Nou nee, kijk, soms gebeurt het wel eens en soms ook best wel een beetje vaak dat er in de pers iets komt wat uit zijn verband gehaald is. Gelukkig, en dus we gaan het even corrigeren. Mooi. En wat wij ook helemaal niet voorgelegd hebben gekregen, dat is hier ook gebeurd. Er was een interview over de eerste 100 dagen in de Kamer. En inderdaad de vraag die jij net ook stelt, wat ga je dan doen? En ik heb gezegd, ik weet het niet. Er ligt een aantal opties voor. Ik kan me aansluiten bij andere partijen. Ik kan een eigen partij beginnen. Ik kan gewoon een soort freewheeler blijven. En we hebben de afgelopen maanden natuurlijk best wel een hoop meegemaakt. Het is ook, en daarnaast is even wennen ook in die Tweede Kamer. Dus ik heb gezegd, ik ga er in het reces heel serieus over nadenken, over al die opties. De meeste veranderingen komen inderdaad na de vakanties. Hè? Ja, dan wijzigen mensen van baan of van relatie of iets anders. Ja. Dan komen ze tot heldere inzichten. Maar als je nu kijkt naar al die programma's van de verschillende partijen, ik weet niet of je er helemaal in hebt kunnen verdiepen al, maar is er dan bij uitstek een partijprogramma wat jou aanspreekt op ondernemend gebied? Nou ja, kijk, de VVD is natuurlijk van oudsher de partij die er voor ondernemers is. En dat zie je nu ook steeds nog terug. En aan de andere kant zie je partijen die ondernemers echt volledig een kopje kleiner maken door ze echt zwaar te belasten. Wie? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar een aantal partijen die heel hoge winstbelastingen in hun programma hebben staan. Noem er eens, hè? Nou, Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, waarvan ik denk, nou ja, weet je, moet je dat nou wel doen? Tuurlijk, hele grote bedrijven kunnen beter hebben. Wat vind je ervan dat de SP hier helemaal niet wil komen als enige partij, omdat ze zeggen dat ze niks met ondernemers hebben? Werken er niet heel veel mensen die op de SP stemmen? Nee, die ondernemers. Ja, ik snap niet dat welke politieke partij dan ook zegt niets te kunnen hebben met ondernemers. Want ondernemers zijn een heel groot fundament van Nederland. Ik bedoel, zij gaan toch ook een glaasje drinken op een terras. Ze gaan toch ook kleding kopen. Ze gaan naar de supermarkt. Dat zijn allemaal ondernemers. Dus ja, met alle respect. Ik denk dat wij daar allemaal voor onze ondernemers in Nederland moeten zijn. En dat we dan dus ook allemaal gewoon aan dit soort dingen mee moeten doen. En dat we ons ook allemaal in moeten zetten voor ondernemers in Nederland. Want nogmaals, zij zijn voor een groot deel het fundament van waar ons land op drijft. Economisch, maar ook sociaal-maatschappelijk. Ja, ik zag iets anders. Het is leuk als je op een gegeven moment mensen gaat googlen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik maak geen reclame, maar je speurt en je vindt opeens dat jij het arbeidsmarktbeleid van Denemarken, dat vind jij goed. Nou ja, wat ik daar kun je dat uitleggen? Wat dat is, hè? Want niet iedereen weet precies wat dat beleid is. Maar kun je uitleggen wat ze dan in Denemarken anders doen dan bij ons? Ja, nou ja, ze hebben in de eerste instantie is de WW-uitkering wat hoger in de eerste periode. Waardoor mensen in ieder geval minder terugval hebben qua inkomen. En dus geen problemen hebben rondom hun financiën en hun huis bijvoorbeeld. Het betalen van de huur of de hypotheek. Ik denk dat dat mooi is, want dat geeft je ook even de rust om te kijken naar ander werk. En waar zij zwaar op inzetten is scholingen van werk naar werk trajecten. En jij zei net, ja, wat vond jij lastig van het ontslaan van mensen? Maar de andere vraag is, wat heb je gedaan zeg maar, om mensen weer aan een andere baan te helpen? Ik probeerde altijd mijn netwerk in te zetten om mensen naar een andere baan te helpen en om ze gewoon scholing mee te geven. Natuurlijk heb je ook vaststellingsovereenkomsten die financieel ondersteund worden, maar ik vond scholing ook altijd heel belangrijk. Want je wilt eigenlijk dat iemand zo snel mogelijk ergens anders weer aan het werk komt. Want hoe langer je ertussen hebt zitten, hoe moeilijker, zeker als je een bepaalde leeftijd hebt, hoe moeilijker je weer aan de slag komt.
Dus dat is daar heel goed geregeld. Ja, maar dan gooi je ons wel in de verdoemde hokje, hoor. Die oudere ondernemer, hoe moeilijk het is. We zijn vitaal, we zijn fit, we kunnen van alles en nog wat. Dus we willen ook weer niet in een hokje geduwd worden of dat we niks kunnen, hè, die oude ondernemers. Nee, daar heb je gelijk in. Maar het lullig is een beetje dat wij dat niet doen, maar dat de maatschappij dat wel voor ons doet. Ja, want ondernemers, als je ondernemer bent in Nederland, is eigenlijk ook een vies woord, hè? Is een vies woord. En oud is ook een beetje een vies woord, toch? Ja, en ja. We zouden dus allebei die woorden opnieuw moeten laden. Want nogmaals, een ondernemer is het fundament van Nederland, economisch en sociaal maatschappelijk. En ouderen hebben heel veel ervaring en levenswijsheid en kunnen dat juist inzetten binnen hun onderneming, maar ook überhaupt binnen de maatschappij. En ik denk dat we daar veel zuiniger op moeten zijn en dat we daar meer rekening mee moeten houden. Hey, wat ik ook duidelijk terughoor uit je verhaal is dat je, je zegt het heel eerlijk, ik ga me focussen op een aantal speerpunten. Dat zijn altijd fijne antwoorden, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar je gaat je wel inzetten voor pensioenen en ook pensioenen voor ondernemers. Nou lijkt het me altijd een hele kunst, zeker met een eenmansfractie, om dan met jouw beleid andere partijen mee te krijgen. Hoe ga je dat dan doen in hemelsnaam met al die hele leuke partijen in de Tweede Kamer? Nou, dat is niet zo moeilijk. Oh. Want ik heb in de Tweede Kamer hele leuke collega's. In ieder geval op de... Heb je ook een favoriet? Nee, ik heb heel veel favorieten. Dat is eigenlijk een vraag stellen. Dat zou je ook aan een moeder kunnen vragen. Die zal ook nooit zeggen, ik heb een van mijn kinderen favorieten. Nee, ik hou van al mijn kinderen, toch? Maar ik hou ook van al mijn collega's. Maar er zijn er een paar waar het heel fijn samenwerken mee is. En bij elke partij, als ik kijk naar mijn commissies, dan gaat dat eigenlijk heel goed op de inhoud. Dus dat is wat ik heel erg probeer op de inhoud te delen. Waar kun je je nou s'nachts van wakker maken? Wat is nou jouw leukste commissie waar je in zit? Wat zeg je nou? Die droom ik en dat vind ik leuk om mee te doen. Ja, nou, dan zou je dus verwachten dat ik zou zeggen zorg. En dat vind ik ook echt leuk, omdat dat, ja, maar, en dat is ook mijn eigen. Maar wat mij verwondert is dat ik de commissie Financiën heel leuk vind. Jezus. Ja, en had ik dus met niet al, zo met al die Excel-sheets? Ja, ik had gedacht dat ik dat helemaal niet leuk zou vinden. Maar dat vind ik dus echt heel erg leuk. Ja. En noem eens een voorbeeld waarom je dat leuk vindt. Maar of je nou s'nachts voor wakker kunt maken, dat ook weer niet. Ja, dat ook nou weer niet, nee. Nog een andere commissie waar je je s'nachts voor kunnen wakker maken? Dat ik zeg van, sociale zaken en binnenlandse zaken vind ik echt allebei ook ontzettend leuk om te doen. Ja. 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 Hey, we hebben dit gesprek nu gevoerd. We hebben best wel wat topics behandeld. We hebben natuurlijk een beeld. Als ik deze vragen zo heb gesteld, je hebt je in het begin een cijfer een 8 gegeven. Blijf je daar dan bij? Weet je het zeker? Ja, want ik vind echt dat ik heel ondernemend ben en dat ik ook buiten de lijntjes durf te kleuren. En ook wat ik het leuke vind is om vernieuwend te zijn. Waar ik een beetje last van heb is dat ik soms te vroeg ben. Dus dat ik ideeën heb en dat ik dan veel te vroeg ben. Maar ja, dat is dan maar zo. Ben je ondernemend genoeg om te zeggen en te stellen dat de fractie Den Haan de belastingsschulden van partijen die in de 1,5 meter economie nog steeds voortleven worden kwijtgescholden? Dat partijen die schulden hebben... Nou, dus ondernemingen die uiteindelijk in de 1,5 meter economie hebben gewerkt. Ja, die hebben een behoorlijke belastingsschuld opgebouwd. Zou jij ervoor pleiten om die belastingsschuld te kwijten? Nou, dat zou ik zomaar vanuit mijn hart willen doen. Maar nou, dat is al een hele goeie, daar beginnen we mee. Ja, maar dan moet je natuurlijk ook kijken of dat financieel, zeg maar, haalbaar is. Je zou aan de andere kant natuurlijk partijen die er ongelooflijk veel profijt van hebben gehad, lees de webwinkels, wat zwaarder kunnen belasten. Dat hebben wij ook gezegd. Wij hebben ook aangegeven dat de partijen, niet alleen maar webwinkels, maar bijvoorbeeld ook supermarkten, zijn ook andere grote ondernemers nog denkbaar. Wij hebben wel gezegd dat wij vinden dat die moeten helpen, zeg maar, om de partijen, de ondernemers die er geen baat bij hebben gehad bij de corona, om die te helpen. Om daar bijvoorbeeld een soort van solidariteitsfonds voor op te richten. Dus ik vind wel dat wij ons daarvoor moeten inspannen. En ik vind ook, hè, als je ook kijkt met allerlei andere toeslagenaffaires, dan vind ik dat belastingsschulden die bijvoorbeeld niet kwijtgescholden kunnen worden op een of andere reden, of waar we niet kunnen helpen, dat we daar wel heel coulant mee moeten omgaan. Want je wil niet dat er nog meer mensen van de regen in de drup raken. Hè. Er zijn legendarisch weinig faillissementen. Maar ik heb ook aan de minister van Financiën gevraagd, ja, maar wat komt er straks nog? Dat klopt. Want deze mensen worden nu in de lucht gehouden met steun. En wat gebeurt er dan? Dus ik heb een motie ingediend. Ik wil niet dat ze uit het oog verloren raken. Dus ik wil dat daar wel gewoon een nazorgtraject op wordt gezet. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. Want dat is natuurlijk ook korte termijn denken, wat vaak in de politiek wel aan de orde is. Hè? Want we zitten de 4 jaar en dan de groeten. Maar ja, zo zit ik niet in de wedstrijd. Ja, nee. Ja, ik heb nog even een haakje nodig voor mezelf, want ik wil je zo bedanken. Geloof jij dat religie en politiek hand in hand gaan? Nee.
Nou, geloof je niet. Ja, toch kom ik met een bedankje van een eerste priester uit de Tweede Kamer, die de oprichter was van de RKSP, ja. Dr. H.J. Aram Schaapman, een oud-oom van mij. Je kent de Dr. Schaapman-kamer nog. Juist, ja. Ja, die was niet alleen religieus, maar die had ook zoiets van iedereen die werkt in Nederland, die verdient minimaal een dubbele jenever per dag. Ook iemand die oud is en nog steeds werkt. En dat is ook goed voor de bloedsdoorloop. En dat schijnt ook heel goed te zijn tegen allerlei vreselijke ziektes die we hier niet gaan bespreken. Dus... Ik ga je leven drinken. Je gaat niet drinken. Je gaat hem gewoon meenemen. Ik wil jou de oude jenever geven. Met het borreltje erbij. Ontzettend leuk. En ik wil je ontzettend bedanken voor dit hele aangename interview. Veel dank voor je tijd en inzichten. Liane De Haan van de fractie Den Haan. Ja. In de volgende aflevering van de Ondernemerskamer spreek ik opnieuw met de Kamerlid van een andere fractie om te kijken wat diegene voor ondernemers kan en wil betekenen. Graag tot dan. Wil je nou helemaal niets missen van deze podcastreeks? Abonneer je dan via de BNR-app of je favoriete podcast-app. Zo krijg je gelijk een melding als de volgende aflevering online komt. Liane Den Haan, vriendelijk dank voor jouw bijdrage. Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.